Kijkers van Online Games, een hele goede avond vannacht. Ik welkom terug bij de WK-wedstrijd tussen Frankrijk, de regerend wereldkampioen, tegen natuurlijk Engeland, de verliezend Europees kampioen, hoe je het ook zegt. Dit is een spektakelstuk wedstrijd tussen Frankrijk en Engeland. Ik hoop eerlijk gezegd Engeland wint, je weet het niet. Frankrijk toch wel, ja, gevaarlijk, regerend wereldkampioen. We willen natuurlijk die cup verdedigen. Toch wel knap dat ze er zijn, ondanks de laatste aantal jaren dat je toch wel wordt regerend wereldkampioen. Je komt niet door aan de groepsfase, maar Frankrijk is er nog altijd in. En nu zitten ze dus in die kwartfinales. En we zullen zien welke twee Europees land naar de halve finale gaat. Wordt Frankrijk of wordt Engeland? Wij zullen het in ieder geval zien voor vanavond. Laten we gewoon lekker de wedstrijd beginnen. Goed, perfect. Tussen Frankrijk en Engeland in de kwartfinale. Welkom allemaal bij Frankrijk tegen Engeland in het... Bulken van de kwaliteit. Ik hoorde even niks. Hopelijk vandaan ze het vandaag ook in de maar nu wel. Ja, zie je, dat is altijd maar de vraag. Want de spanning doet ook veel. Maar laten we hopen dat de managers hun kijk eens aan. Aanvallen. Want dan kunnen we mogelijk op voorhand een fascinerende wedstrijd. En het commentaar is zoals u dat gewend bent van Siert, Elf Siert, De Vos en Jeroen Guit. Was dus de volkslied van Frankrijk, nu die van de Engelsen. Dit zijn de elf spelers. Opstelling van Frankrijk, maar Maurice Onlat 4-3-3. Zal dit team hoogstwaarschijnlijk. Hernandez, Varane, Konate, Pavard. Middenvelders zijn dus Rabiot, Tchoukoumani, Griezmann. En dan proberen. Bal veroveren. En voor een Turman, Mbappé en Dembele. Veel critici vonden dat Frankrijk niet aanvallend genoeg speelde op het WK van 2018. Maar ja, ze hebben wel een mooie titel gepakt. Ja, precies. En inderdaad, qua tactiek was het soms wat behoudend. Maar met spelers als Mbappé en Griezmann waren er toch genoeg spectaculaire momenten, hoor. Opstelling van de Engelsen. Pickford, Onward, 4-3-3. Shaw, Maguire, Stones, Walker. Voor hen hebben wij dus staan Bellingham, Rice, Henderson. En voorin hebben we dus Foden, Harry Kane en Saka. Frankrijk-Engeland, altijd een leuke wedstrijd om naar te kijken. Waarschijnlijk ga ik die ook doen. Maar ik ga dus eerst proberen om zaterdag nog een kleine livestream te doen van de Lego. Maar dat en dat horen jullie morgen voor meer informatie. Bal bij Rice. Bellingham. Bellingham. Rice. Declan Rice. Henderson. Bij Jordan Henderson. Saka. Dat is Harry Kane. Harry Kane. Bellingham. Foden. En dan Foden. Foden! Maar Lewis heeft hem. Op zich begin mooi natuurlijk de halve finales. Het duurt de kwartfinales. Vrijdag en zaterdag natuurlijk. We zullen dan zien wie de halve finales ingaan. Daar komt de tegenstander tussen. Jordan Henderson. Henderson. Kan ook nog niet tussen. Voor de 1-0 Engeland al heel snel in de 7e minuut. Wauw. Zo'n mooie wijze zouden doen. Haha, good heavens. Ja, zie je deze? Heel snel een beetje een fumble goal. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Wat een mooie actie zeg voor die speler. Hij creëert eigenlijk zelf. Veel Foden scoort.
Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uit. Het is 1-0. Het eerste doelpunt is gemaakt. Stand is 1-0. Dan gaat Vicente spelen tegen Portugal. Als dat zo is, dan krijgen we zeker een Europese land dat sowieso in de finale gaat staan. Deze paas wordt onderschept. Een medespeler helpt hem. Foden. En dan Foden. Foden. En wat een heerlijke kans. De doelman zag het van het probleem. Adrien Rabiot. En nu Kylian Mbappé. Mbappé, ja, die is heel snel. Ousmane Dembele. Dembele, maar Pickford raadt. Kylian Mbappé. Mbappé. Mbappé, die kan er net niet tussen. En nu weer, ja, nu zit hij hem op de lat. En de rebound komt niet. In de handen van de doel. Oh, wat zal die opgelucht zijn. Hij kon er eigenlijk niet bij, hè. Maar de bal die ketste af op het kader van het doel. Ik zag hem er al bijna ingaan, maar hij komt toch op het aluminium. Ja, en dan blijven ze... Kylian Mbappé. Eigen helft, de bal verloopt. Gaat naar de grond, Stones. Bellingham. Heel mooi gespeeld voor de Engelsen. Foden. Foden! En dan is het dus 2-0! Ja, die zit erin! Omdat de doelman hem loslaat! 2-0 Engeland binnen 20 minuten. Ja, her en der zie je wat beschuldigende blikken. Hier. Om de kans keeper en dan, ja. Dit doelpunt, ik weet het niet. Zit hij erin. De doelpoging. Nou, op een betere manier. Omdat Doeman hem loslaat, is het eigenlijk fout van de keeper. Of is het gewoon geluk van Bellingham? Mbappé gaat erdoor. Mbappé wordt goed gepakt. De kopbal, die zit erin. Oh, ze maken hem. We zijn twee. Van alles kan nu nog. Dit doelpunt roept nogal wat vragen. Hier kon je er niet bij, dan werd het zo. En uiteindelijk... De voorzet is goed. De bal wordt perfect. Is dit een goede kans? En is het Thuram die scoort de 1-2. Keeper gezien. Lekkere goal hoor. Zijn de Fransen weer ingelopen. Royce. Bellingham. Maguire. Shaw. Hier is Foden. Foden moet gaan scoren. Maar nu heeft Lloris hem klem vast. Voorkeur liet hij hem los, want dat de Engels dus de 0-2 maakte. 4 jaar geleden stond Engeland natuurlijk ook in de halve finale. En een van die twee landen gaat weer een halve finale spelen voor de tweede keer op rij. Oké. En dan Foden. Foden! Oh, hij zit erin! Er zijn drie! Moet je nou toch kijken, zie. Kijk hier. Hoe de bal raakt. Wat een knal. Ja, hij gaat tussen twee Franse spelers in. Richting en van kracht. Dan is het wel heel mooi. Kijk, hij gaat tussen, ja, tussen de benen, zeg maar. Hoe je het ook zegt. We trappen weer af met een stand van 3 tegen. En wat gaat Frankrijk nu doen? 2 doelpunten achter. Royce. Harry Kane. Theo Hernandez. Al bij Tchouaméni. Mbappé. Heeft de bal en kan nu snel... Mbappé! Maar Pickford. Door de doelman.
te duiken. Frankrijk wil een verse speler inbrengen. Nu al een wissel. Het gaat niet zo hoe Frankrijk het wil, dus er wordt gewisseld. Een hoekschop in het midden? Nee, daar zit hij niet bij. Stoos niet echt lekker weggewerkt, eerlijk gezegd. En wat vinden we van? Een penalty. En geel. De bal gaat op de stip. Harry Maguire krijgt geel. Niet alleen een strafschop, maar ze trekt ook een gele kaart voor die actie. Lijkt me de juiste straf. Rood. Dat zou niet ver zijn. Dat was een klein beetje haken. Kylian Mbappé tegenover Pickford. Kunnen ze hier dan... En Bill Pickford, het is 2-3. En het is spannend. Heel cool binnengeschoten deze strafschop. Schot gaat exact de andere kant op dan waar de keeper naartoe duikt. Zo, het is eigenlijk in de eerste 5 doelpunten gezien, wauw. Wat gaat er nog gebeuren? Bellingham. Hier is Foden. Foden. Die gaat er wel telkens makkelijk aan voorbij. Dat vind ik wel. Het zag er veelbelovend uit, maar ja. Achterbal. Het resultaat is een doeltrap. Loris. Daar is Foden dus weer. Die... Ibrahima Konaté. Antoine Griezmann. Nu Kylian Mbappé, daar gaat Mbappé weer. Hij kan niet veel doen. Kylian Mbappé. Maar dan die geel op zak heeft Benzema. Rabiot is al langs. Rabiot. En met alle geluk heeft de Engelsen dat het niet 3-3 wordt. Gaat dan uit haar komen. Ja, gaat ernaast. 2 minuten nog. Dan zit 1:30 erop. Dan hebben we natuurlijk nog 2:30. En dan Foden. Foden. Houd toch even in om Harry Kane 2-4 van te maken. 2-4. Frankrijk heeft weer een achterstand of 2. Wat een mooi uitgespeeld doelpunt. Phil Foden geeft de voorzet. En dan wordt Harry Kane vervolgens behoorlijk aangepakt. Maar kijk eens. Mooi. Ja, het is een accident aan het worden. Mooi gedaan. Dat is het fluitsignaal voor de rust hier. In het Lucille Stadion. 2-4 al. Wauw. En het is nog niet gedaan. Frankrijk zal dus wat iets terug moeten doen. Ja, dit hadden we natuurlijk al gezien. Goed. We gaan door met de tweede helft. Goed. Prima. De referee heeft gefloten voor het begin van de tweede helft. Engeland leidt, laten we hopen, op een spannende laatste 3 kwartier. Saka, die gaat er heel makkelijk. Ruimte nu voor Engeland. Saka, hij gaat helemaal zelf doen, hè? Van afstand brengt het maar geen probleem voor Loris. Wat een fout. Kane kan hem knallen. Deze wordt mooi gestopt. Anders was het weer raak geweest voor deze speler. Ja, die blijft het proberen, maar deze keer gaat het feest even niet door. Die moet je nog beter wegwerken. Griezmann. Niet Griezmann, het is Henderson die de bal heeft. Henderson. Voorzet, doelpunt, nee. Ik kan alsnog van Saka. Maar Loris. Uiteindelijk best een lastige bal voor de keeper. Het was moeilijk. Het wordt wel weer een corner. Saka neemt die corner. De kopbal. Die gaat niet zo'n beetje naast. Hij de bal verkeerd tegen zijn hoofd krijgt. Ik weet het wel zeker.
Wat is dat nou? Goed, oh, gewoon kom maar daar naartoe. Nog eens. 40 minuten in Frankrijk. De tijd om er nog 2 te maken. Benzema. Griezmann is er door! Maar Pickford. Voor de korte corner. Ja. En. Oh, wordt weggewerkt. Fantastisch verdedigd hoor. En die verdediger die staat dan precies op de goede plek. Saka raakt de bal kwijt. Springt erop. Griezmann. Nog steeds op weg naar het doel. Maar het balbezit gaat over naar de tegenstander. Saka. En dan Saka. Saka, die moet het in één keer doen, want niemand staat daar. Staan om die bal te pakken. Tchouaméni. Osman en Dembele. Dembele krijgt hier ruimte. Dembele. Hier is Karim Benzema. Benzema! Pickford. Daar kan hij mee thuiskomen, die keeper. Lijkt Flipper wel. Dit was een prima redding. Met bovendien die fraaie duik. De bal komt voor het doel. En weer een goede kans voor de keeper. Uiteindelijk ziet hij geen niks meer. Maar die keeper verrichtte werkelijk een waanzinnige redding. Dan ga ik het heel even stopstream en dan opnieuw streamen. Dat doet het even niet meer. Kijk. Nu zien we wel weer de... Benzema. Niet meer aan de bal na die tackle. Oeh, dit kan gevaarlijk zijn. Keeper komt ook, keeper! Oh, wat geweldige redding. Rabiot. Stones. Er zijn opties aanwezig voor een counter. En daarmee komt er een eind. 20 minuten, het begint en nu echt de tijd te dringen om er 2 te maken voor de Fransen. We hebben bijna alle wedstrijden binnen 90 minuten wel beslist daar. Goed ingrijpen van die tweede speler. Zit een hulp tijd. Tchouaméni. Sorry. En hier is Benzema. Rabiot. Oeh. Dit is goed. Goed in met een sliding en verovert de bal. Nog steeds aan de bal. En een knal. Joris zit ertussen, maar het spel gaat verder. Foden. Ze ruimen de bal op voordat hij kon schieten. Daar komen wij, ik ben helemaal alleen. Dan de bal weer bij Engeland. Zo. Frankrijk heeft wel hier en daar wat balverlies. Uitstekend hoor, die bal er doorheen van Kane. Aanval afgewerkt. Kwartiertje nog. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de regio. Benzema, is het geen buitenspel? Ja, zeker wel. De fluit klinkt voor buitenspel. De wisselspeler komt het veld in. Een dubbele wissel bij de Fransen. Frankrijk met de bal. Een onjuiste vrije trap. Ingreep. Frankrijk krijgt de vrije trap. Harry Kane en... Kaart naar die overtreding, maar krijgt een waarschuwing van de arbiter. Ja. En ik zou nu maar gaan uitkijken als ik hem was. Zo is het eigenlijk in de eerste helft. Kijk, grapje voor Frankrijk. Ja. Niet de Engels zien wat het kan. In de tweede helft. Geen doelpunten. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. 10 minuten. In 10 minuten kan nog veel gebeuren. Maar ik denk niet echt in deze wedstrijd, eerlijk gezegd. Walker. Met een goede onderschepping. Pickford. Zo gaat Engeland wederom een halve finale spelen. Waarschijnlijk tegen Portugal. Stones. Voorzet richting Mbappé.
het gedaan zeg. De dreiging verholpen en de situatie gered. Saka. Ruimte nu voor Engeland. Saka. Die wacht heel even om dan het helemaal te beslissen. Maar ja, het is eigenlijk al beslist. 5 minuten nog. Heeft Frankrijk. Keeper komt ook. Keeper komt ook. Maar moet je kijken. Het is zelfs gewoon een ingooi. Geen risico. Pickford. Dat loopt maar met de 6 af. Rice. Daar is Henderson. Walker. Henderson. Henderson. Jordan Henderson. Opgegeven op Foden. Ja, een goede onderscheid. 2 minuten, het is gedaan. De regerend wereldkampioen gaat eruit moeten titel afslaan aan een iemand anders. Wie, dat weet ik niet. Maar het is hier gedaan. Foden. Open kans voor Foden. Maurice zit daar nog goed tussen. Henderson. Jordan Henderson neemt de hoekschop. Saka, het is voorbij. Frankrijk 2, Engeland 4. Het is weer alweer na 90 minuten gedaan. Dat is het mooiste. 2-4. Wat dat betreft was het heel aardig om naar te kijken. Maar voor supporters is het belangrijkste van vandaag dat hun team naar de volgende ronde gaat. En dat wordt uiteraard gevierd. Hij heeft vandaag een topprestatie geleverd. Wat onmiskenbaar heeft bijgedragen aan de overwinning. Ik vond hem heel sterk vandaag. Hij maakte 2 goals en... Ja, maar natuurlijk kan de echte wedstrijd natuurlijk helemaal anders gaan lopen. Frankrijk 2, Engeland 4. Morgen natuurlijk de officieel de kwartfinales. Maar hier is het in ieder geval gedaan. Frankrijk 2, Engeland 4. Daarmee zien we elkaar natuurlijk over een aantal dagen. Zondagavond om 8 uur. Dan hebben wij de eerste halve finale. Hopelijk is het Nederland tegen Brazilië of Kroatië. Je weet het niet, je weet het niet. Maar hopelijk Nederland. Veel plezier met morgen met het Nederlands elftal natuurlijk. Morgen komen er gewoon 3 video's. En zaterdag vanaf 6 uur waarschijnlijk live tot 7:30, 7:45. Zoiets ongeveer. Dus over 1,5 uur. Ongeveer zoiets, ja? Goed, kijk eens. Ik ga hier in ieder geval echt bij laten. Wij zien elkaar natuurlijk de aanstaande zondag voor de eerste halve finale wedstrijd. Hopelijk zijn jullie er daar ook bij. Goed, kijk eens. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot zondagavond bij de halve finale van het WK, jongens. Mazzel!